Natuurlijk. Het moet aan elkaar. Jongens, ik doe wat er zo gebeld, hè? Welkom bij het Uur van Puur. Wat fijn dat je luistert. Dit is het Uur van Puur elke maandag. Ja, nu. Oké, stil zijn. Ja, stil zijn. Ik heb heel veel in petto. We hebben Punk Media zometeen aan de lijn. Die is onderweg van Legoland helemaal naar Amsterdam. Naar zijn eigen huisje in Lochem. En die gaat ons bij praten over vloggen. Social Radio met Anne-Maria en Esther. Ik hoor je nou op de radio. En daarna kom ik op de radio. Punk Media, Lopes Media. Samen twee jongens. Oké, hoe oud zijn ze nu? 6 en 8. Hallo jongens. 6 en 8 jongens. Hey. En ik vond het zo jammer dat ik dat kanaal, dat heb ik nou, maar dat ligt echt een beetje stil. Mm-hmm. Ik moet iets mee gaan doen en ik zag al die vloggers en die leuke Amerikanen, Casey Neistat en... ja, helemaal. Ja, dat is echt geweldig. Dus ik dacht ook, nou... Ik ga een vorm zoeken waarin ik ook ga vloggen. En ik maak sinds... 2005 video. Je zelf zo'n expert bent. Ik vind bijvoorbeeld jouw timelapse al geweldig, hè? Daar kan ik zo van smullen. Dat is voor mij elke dag een feestje. Ik moet zeggen dat ik het een beetje mis dat je echt bij mij kijkt en in de camera praat. Dat vind ik dus eigenlijk dat vind ik lastig, hè? Weet ik. Het kan best. Ik vind het zoals ik nu eigenlijk de dingen opneem in de auto, want ik ben al heel veel aan het opnemen. Ja. Jongens, even. Lang. Kijk, het is natuurlijk wel een dingetje, maar het wordt nog meer een dingetje om in de camera te gaan kijken en dan... Casey Neistat doet het ook, hè? Ja, maar die doet het met een bril op, hè?